Eind januari werden door twee wandelaars in een Overijssels natuurgebied lichaamsdelen gevonden. De NFI ging meteen aan de slag om te onderzoeken van wie die lichaamsdelen waren. En vorige week kwam de uitslag. Ze boren toe aan de van oorsprong Turkse Halil Errol uit Steenwijk. En zo is er onverwacht een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan een mysterie dat nu al 3 jaar duurt. Halil Errol, 34 jaar, gescheiden en vader van 2 dochters. Verdween nu 3 jaar geleden op zaterdag 6 februari 2010. In mei 2010 reconstrueerden we de laatste dag dat hij in leven werd gezien. De werkloze elektromonteur was die 6 februari 's avonds onverwacht bij zijn ex-vrouw in Meppel op bezoek gegaan. Het was gezellig, maar rond middernacht vertrok Halil omdat hij nog een afspraak had. Met wie, waar en waarom vertelde hij niet. Maar hij nam wel zijn laptop mee die hij tot dan had uitgeleend aan zijn oudste dochter. Daarna wordt er niets meer van hem gehoord. Her gün, 10 gün, her gün aradım. Halil eve gelince bana dönerdi. Veyahut da cep telefonundan hiçbiri de geriye dönüş yapmadı. O zaman fark ettik Halil'in olmadığını. En inderdaad, ongeveer een maand na zijn verdwijning, op maandagavond 8 maart 2010, wordt op een parkeerplaats vlakbij de Hortus in het Groningse Haren de grijze Dewu Lanos van Halil brandend teruggevonden. De brand is aangestoken. De kentekenplaten zijn verwijderd en er zijn brandversnellende middelen gebruikt. Halil zelf blijft spoorloos. Maar 3,5 maand later, op dinsdag 22 juni, vindt een medewerker van het waterschap in de Steenwijker A bij het Drentse Eesveen in een tas verschillende lichaamsdelen van Halil. Er is dan, na 5 maanden vermissing, duidelijkheid over zijn lot. Halil leeft niet meer. Het vermissingsonderzoek wordt een moordonderzoek. Maar de dader of daders worden niet gevonden. Vorige maand, op vrijdag 25 januari, volgde dus een nieuw, gruwelijk hoofdstuk in deze zaak. 2,5 jaar na de vondst in de Steenwijker A lopen wandelaars bij Wanneperveen door het natuurgebied de Kierse Weide. Op de zandweg zien ze opeens iets dat op botten lijkt. Ze waarschuwen de politie, die al snel bevestigt dat het om menselijke beenderen gaat. En die lichaamsdelen waren waarschijnlijk al een tijd geleden daar achtergelaten. En meneer Van Hemmen, sinds kort weet u dus dat dat beenderen van Halil Errol waren. Ja. Klopt, we hebben een DNA-onderzoek laten uitvoeren en daar blijkt uit dat het inderdaad lichaamsdelen zijn van Halil Errol. Overigens is het lichaam daarmee nog niet compleet, maar we hebben wel een mooie nieuwe aanwijzing daarbij met de vondst van die lichaamsdelen in dat natuurgebied bij Wanneperveen en de Kierse Weide. Want degene die ze daar heeft achtergelaten, die moet toch wel een klein beetje bekend zijn in dat gebied. Want die plek, ja, daar kom je niet zomaar. Maar vlakbij die plek, daar loopt wel een pad en daar komen wel geregeld wandelaars en hondenbezitters. Ja. Klopt. En daarom doen we een dringend beroep op alle mensen die de afgelopen 3 jaar daar zijn geweest. Die daar gewandeld hebben of die daar hond hebben uitgelaten. En die daar toch iets vreemds of verdachts hebben gezien. Verdachte personen, verdachte voertuigen of zo. Die nu toch denken van ja, misschien dat het iets met die zaak heeft. Ja, laat ze zich alsjeblieft bij ons melden. Daarnaast heeft u nog altijd een hele concrete vraag in de zaak waar we echt allemaal over mee kunnen denken. Ja, dat klopt. En dat gaat over deze zak. En dat is een zak die is in juni 2010 gevonden. En daar zaten de eerste lichaamsdelen in die we hebben aangetroffen in de Steenwijker A in Eesveen. En het gaat om deze zak. Dus hij lijkt van canvas, maar hij is gemaakt van polyester. En hij heeft 2 kleuren vezels, wit en geel. En daardoor oogt hij zandkleurig. Hij is 1,15 meter lang en hij is 53 centimeter breed. En midden over de lengte loopt een stiknaad. En hij gaat dicht met een klep en die sluit weer met klittenband. Wie herkent zo'n specifieke zak of weet waar dit soort zakken voor gebruikt wordt, waar ze gemaakt worden of wie ze in zijn bezit heeft? Bel in dat geval de tiplijn en u heeft nog een vraag. Ja, dat klopt. En dat heeft te maken met alle plaatsen die in dit onderzoek naar voren komen. En we zijn erg benieuwd of er mensen zijn die een verband kunnen leggen tussen al die plaatsen die naar voren komen in dit onderzoek. En dat gaat bijvoorbeeld over Steenwijk, waar het slachtoffer vandaan komt. Maar ook over het Groningse Haren, waar zijn auto een maand later brandend is aangetroffen. En Rotterdam en Zoetermeer zijn ook plaatsen die hierin naar voren komen. En dan met name de A12, de A15 en de A44. Daar is namelijk het kenteken geregistreerd. En die moet dan op een andere auto hebben gezeten op dat moment. Nou, natuurlijk de Steenwijker A bij Eesveen, waar die lichaamsdelen in die zak zijn aangetroffen. En recentelijk eind januari Wanneperveen, waar dus die laatste vondst is gedaan. Nou, mogelijk dat er mensen zijn die toch verband zien tussen die plaatsen. Daar willen we natuurlijk heel graag mee spreken. En tot slot zijn we natuurlijk nog op zoek naar de laptop van Halil Errol. Dat gaat om een zwarte Acer laptop en zijn 2 mobiele telefoons. Dus 1 van het merk HTC en een Nokia 6310.
En die hebben we ook nog steeds niet teruggevonden. Er is nog altijd een beloning van 15.000 euro uitgeloofd door de hoofdofficier van justitie van het parket Oost-Nederland voor die tip die leidt tot de aanhouding van de verdachte of verdachten. Op onze internetsite kunt u alles nog eens rustig nalezen en op politie.nl kunt u ook interactief meedenken. Help bij het oplossen van deze moord en bel de opsporingstiplijn. Daar zitten ook mensen die Turks spreken. En dat kan ook anoniem bij M.